De gezondheidsautoriteiten en de alternatieve geneesheren voeren geen strijd. Er moet onderzocht worden hoe effectief de alternatieve geneeswijze is, zodat er bewijs is. Dit zei gezondheidsminister Amar Ramadan aan journalisten. We spraken hem bij het Wanica ziekenhuis na de overhandiging van het Veldhospitaal door de VS aan Suriname. Ramadan ging in op de vragen van journalisten over spanningen tussen enkele traditionele geneesheren en de gezondheidsautoriteiten. We hebben altijd door één deur gelopen. Alleen inzichten die verschillen mogen niet de oorzaak zijn dat mensen niet door één deur kunnen gaan. Ik ben als minister verantwoordelijk voor de well-being van onze mensen. Verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen. Zaken die bijvoorbeeld nader onderzocht moeten worden. Toch zeg ik van, laten we daarover praten. We moeten ook geen haast hebben als we niet genoeg bewijs hebben dat iets effectief is of niet werkt. Dan moeten we dat proces ook laten gaan. We gaan er niet in deze periode uitkomen, denk ik. We moeten rustig wachten. We moeten stappen beginnen te zetten richting legalisering. Wettelijke randvoorwaarden. Commitment van beide partijen dat we onderzoekingen gaan doen. Dat we research gaan doen, dat we wetenschappelijke inzichten gaan zetten op die manier van dingen. Precies zoals de westerse geneeskunde doet. Laten we dat ook gaan doen en dan komen we eruit. Maar nogmaals, ik zeg nog steeds hoor, en vele mensen zeggen ja, dat vaccin is goed. Maar er zijn natuurlijk producten die je kan gebruiken. Niet om je te beschermen tegen het vaccin, tegen het virus. Maar om je weerstand misschien te versterken, et cetera. Maar hebt u de garantie als iets niet onderzocht is dat het inderdaad je weerstand versterkt? Ramadan zegt verder dat de overheid met grote uitdagingen zit als het gaat om de samenleving te beschermen tegen onbevoegde natuurgeneesheren. Deze groep moet volgens Ramadan onderscheiden kunnen worden van de mensen die daadwerkelijk kennis bezitten en daadwerkelijk mensen kunnen helpen met kwalen. Het is volgens Ramadan een kwalijke zaak als mensen misleid worden en overlijden terwijl medici deze individuen konden helpen met hun wetenschappelijke kennis. Wat belangrijk is dat wij hier wel met AstraZeneca voornamelijk hebben gevaccineerd. Ik heb me laten vertellen dat AstraZeneca redelijk goed bestand is tegen Delta. Dat moet nog blijken. Ik heb geen tijd gehad hoor, eerlijk, om zelf te gaan kijken naar de landen waar Delta is opgedoken. Met welke vaccins men daar heeft gevaccineerd. Omdat je dan een idee hebt. Want stel, het zouden landen zijn waar overwegend geen AstraZeneca gebruikt, dan zou je kunnen stellen dat we feitelijk niet bang hoeven te zijn. Ik ben me ook van bewust dat Delta anyway binnen kan komen. We hebben wel een duidelijk beleid gezegd, volledig gevaccineerd, met een negatieve PCR. Wat is het risico dat een besmet persoon binnenkomt? Zolang dat goed gaat, legaal, ben ik wat dat betreft niet bang. We hebben te kampen met een technische storing. We gaan dus nu naar berichten.